Yo mensen, bij deze nieuwe video we gaan vandaag een leuke video maken. Wacht even. Ja. Geef me even een momentje. De muziek is een beetje stom. Zo. Welkom bij deze nieuwe video. We gaan vandaag een leuke video maken over Thema Park Tycoon deel 1. We hebben vandaag deel 1. Ik ben hier een zwaanachtbaan aan het maken. Willen jullie mijn pretpark zien? Dit is mijn pretpark. Heeft hij al 5 sterren? Ik heb 4,5 sterren. Dus ik hoop dat hij nu 5 sterren heeft. Dit is zeg maar mijn park. Jullie moeten ook tips geven in de comments wat ik nog meer erbij kan bouwen. Maar ik wil even kijken. Nee, nog steeds geen 5 sterren. Zo. Ja, het is hier echt heel druk. Altijd. Wacht maar, dan moet ik even op. Nou, ik heb ook prullenbakken, want anders ja. Maar ik wil hier dus een zwanenachtbaan gaan bouwen. En dat gaan we in deze video doen. En in de volgende video, dan gaan jullie ook wel deel 2 zien. En dat wordt echt leuk. Ik heb echt zin in deel 2. Maar dat is pas in deel 2, dus ik kan nog niks vertellen wat we dan gaan doen. Dat hou ik nog lekker geheim voor. Overmorgen dan komt deel 2. Op de vrijdag komt altijd video online. Dat heb ik heel even geskipt. Dus soms komt er een week helemaal geen video. Dus het is bij mij een beetje verschillend, oké? Okay? Dus je moet gewoon elke dag checken of ik weer een nieuwe video heb geplaatst. Zeker even abonneren en liken. En dan zal het mij ook weer helpen om leuke video's te maken. Ook maak ik graag ook Pet Simulator 99 video's maken. Het wordt echt leuk daarmee. Ik ga daar Robux spenderen. We gaan de Infinity Pack gaan we heel vaak Robux spenderen. Dan proberen een Titanic te krijgen. Ik heb veel verstand ervan hoor. Dus mijn mouw is niet. Dus. Ja. Oh. Ik ga hierna nog even een laagje naar beneden, denk ik. Want, ja, kijk, ik ben bovenaan de top van deze server. Kijk hier zo bij mijn muis hier zo. Kijk, ik sta gewoon helemaal bovenaan. 272 gas. Wat is de max gas wat je kan krijgen? Zeg even in de comments, wat is de max gas wat je kan krijgen? Hoppatee. Auw. Oh, drol. Drol. Wacht even. Kijk, dat is ook weer gemaakt. Ja, dus nog zometeen een laagje. Er staat daar letterlijk. Hier droppen ze hun spullen neer. Terwijl hier een prullenbak staat. Ik ga daar ook een prullenbak neerzetten. Dat staat ook wel goed bij. Hoe bet de something good now. Dit ziet er goed uit. Want kijk, ik ga hier zo'n hele grote pad helemaal naar voren bouwen daar zo. Dan ga ik hier meerdere achtbanen plaatsen. En dat ga ik ook in de video's doen van ons dus. Blijf zeker maar op mijn YouTube-account checken soms of ik weer een nieuwe video heb geplaatst over dit. Jullie zien het al in de titel, dit is deel 1, dus dit is nog maar het eerste deel wat we gaan doen. Ik was vergeten om het aan toen, toen ik begon met dit pretpark. Toen was ik vergeten om het te filmen. Dus ik heb het park helemaal zelf, nou niet zelf gemaakt, iemand heeft dit voor me gemaakt. Nou niet iemand, ik heb het met hem samen gemaakt, hij heet Rick, hij zit in groep 7 en het is een goede vriend van mij. Die heeft me hiermee geholpen, want hij heeft zelf een mega park. En iemand zit in de server met 4 miljoen en 6 miljoen. We hebben sowieso illegale geldmachine. Maar ik heb ook een illegale geldmachine. Alleen, die heb ik ergens anders in mijn park verstopt. Want hij is niet zo groot. Ik verdiende letterlijk helemaal niks meer. Er komt letterlijk helemaal niemand. Zo, daar ging een achtbaan voorbij. Maar wat jullie ook kunnen doen in dit pretpark, zeg maar dit plaats, ik weet niet of je het kennen, maar dat is zeg maar een trein soort van. Of je echt ook een trein hebt en dan kan je helemaal naar de andere kant van je park komen als je een megapark hebt. Stuur zeker ook je Epic van Roblox in de comments, want dan kan ik je misschien toevoegen en dan kan ik je misschien helpen met je park. Of je kan mij helpen, dat mag ook. Ik had een stukje zo moeten even terugplaatsen, want ik had daar per ongeluk een stukje verwijderd.
En we moeten ook nog water plaatsen, dus dat gaat ook nog wel even kosten. We moeten ook weer dit omhoog zetten. Maar dit kost ook al geld om het te verwijderen. 10 money. Kijk mijn money trouwens. Kijk even, als je hier. Kijk mijn muis volgen. Dan zie je daarboven zie je money 91.935. Ja, ik doe gewoon bijna nooit iets bouwen. Want dan verdien je lekker veel geld. En op een gegeven moment kan je echt veel decoratie en zo. Ik geef ook een tip: veel decoreren, prullenbakken plaatsen en veel achtbaan. Dan krijg je sowieso 5 sterren. Die tip zou ik ook nog wel even in de comments zetten. Dus dan kan je die gewoon onthouden. Dan kan je gewoon in mijn comments kijken en dan kan je zien dat ik dat heb. Oh nee, trouwens, water kan je in één keer hierin zetten. Dus dat is wel chill. Oh, sappig. Ik zei niks. Oh, en ik heb eindelijk niet een gaming stoel, maar gewoon een oude stoel van mijn opo stoel of zo. Daar zit ik nu op. Dus en normaal krijg je dan echt pijn aan je nek als je op zo'n als je op een stoel zit met geen rugleuning. Maar nu heb ik gewoon een stoel met de rugleuning. De gaming stoel hebben we besteld. Dus een paar dagen ga ik ook showen hoe ik mijn gaming stoel in elkaar ga zetten. Dan ga ik ook mijn hele setup showen en zo. Dan ga ik ook nog upgraden. Gaan we ledstrips doen. Dus kijk ook zeker die video dan. Dat is een klein verklappertje al. Alleen jullie mogen dat weten dat ik die ga uploaden. Hè? Wie zijn mijn kijkers, hè? Kijk eens, als we hier naartoe gaan. Tada! Let's go! Even, kan ik ook sound effects toevoegen? Tada! Ja! Nee, oké, laat maar. We gaan even wat water toevoegen. Wauw. Wauw. Dat ging snel, meid. Gaan we naar rijdt. Gaan we waterrijdt. Dan gaan we de bootrijdt. Ik glitch. Hoe bet na something? Hoe bet na something? Hoe bet na? Hoe bet na something? Wajo, die ziet er vet uit. Alleen hij kost 100 en wel heel duur. Dus wij pakken gewoon onze custom. We gaan er zelf eentje maken. Het kan er niet te groot worden, zie ik nu pas net. Maar gaan we de Advantage Editor gebruiken of gaan we de Basic? Nou, ik doe vandaag even de Basic, want Advantage moet ik nog mee oefenen, hè? Dat deed ik ook nog. Je moet ook nog leren, hè? Jullie moeten ook nog dingen leren. Even kijken. Kijk, het lijkt me vet om gewoon zo rechtdoor nu te gaan. En gewoon een mini eruit maken. Ja, als jullie getimmer horen, dat zijn mijn buren. Het zijn hartstikke aardige buren, alleen ze beginnen om 7 uur 's ochtends alweer met boren. Dus dat. Ik hoop dat jullie begrijpen dat het best vervelend kan zijn. Kijk, en dan. Kan ik hier zo nog terug gaan? Maar dat gaan we niet doen. Wij gaan lekker vooruit. Oh, wel jammer dat je niet omhoog kan hiermee. Maar ja, het is nou eenmaal zo, hè. Ik wil ook nog een dikke shout-out doen naar Warren. Shout-out naar Warren. Zijn beste vriend, dus. Wel Belgisch, maar Belgisch is natuurlijk een mooie stad. Beginnen met de grote. Dan de kleinere. Nee, is de kleinste. Ja, kijk eens. Hoppatee. En dan hebben we gewoon een mooie zwanenachtbaan. Wat hebben wij trouwens ook gemaakt, hè? Ik zie me nu pas wat we hebben gemaakt. Wat de hel? Wajo, ik vind dat best knap voor mij. Jongens, we hebben een fout gemaakt. Ja hoor, we kunnen helemaal opnieuw beginnen. Oh nee, trouwens, we hoeven niet opnieuw beginnen. Oh yes. Kunnen we naar. Pak even mijn controller. Sorry kijkers, ik doe ook nog wel eens wat fout, hè. Hier, deze gaan we removen. Dan gaan we hier een station plaatsen. Kijk, en dan gaan we zo doen.
Ja, kijk, sorry voor mijn buren, maar het is gewoon echt vervelend. Dus buren, als jullie dit kijken, doen we voortaan even wat zachter worden. Want ik zit midden in een YouTube-video te maken. Dus het mag 6 euro. Voor mij mag dat wel. Gaan we snel zetten. Target speed. Enable. Oeh, dat ziet er nice uit. Oké. Gaat de eerste klant erin? Goeie, jongen, jongen, jongen. Waarom gaat niemand erin? Het is een slechte achtbaan. Kijk eens, wat vinden jullie van deze nieuwe waterattractie? Vinden jullie hem mooi, slecht? Trouwens, ik ga hem zelf even testen. Oh, dit ziet er leuk uit. Dit is leuk. Ja, ik ga niet eens checken. Dit ziet er al gewoon leuk uit. Hoppatee. Even kijken. Video kan lang duren, maar maak dat nou niet uit dus. It must be on a path. Oké, we hebben pads. Nee. Dit zijn de slechte paden. Ik moet dit doen. Weet je waarom? Dan ga ik allemaal bankjes plaatsen. Oh ja, dit ziet er goed uit. Oh, wat ben ik blij hiermee. Oh, wat spend ik ook weer veel money vandaag aan deze video. Maar ja, alles voor jullie, hè. Dit is misschien een beetje te veel. We beginnen gewoon even opnieuw. Hier zo. Hoeveel? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nou, dat ziet er beter uit, vind ik. Ja, dat ziet er beter uit. En dan gaan we nog in het midden altijd een prullenbakje plaatsen natuurlijk. Wacht, we plaatsen bij elke bankje ook nog even een lichtje. Kijk, daar gaan de eerste mensen alweer zitten. Ah. En dan gaan we ook nog wat prullenbakje. Hoppatee. Oh, het is wel vet als je ze in de prullenbak kan doen. Ja, dat ziet er leuk uit. Ja, dat is vet. Oh, dit ziet er goed uit. Oh mijn god. Ah, zit er al. Het eerste mens zit erin. Let's go. Wacht, hoeveel geld hebben we opgebracht? Ik denk gewoon echt niet veel. Nee, één guest. Yo, we hebben al 6 euro ermee verdiend. Dat is die ene 6 euro kan wat zijn, hè? Oké. Kijk eens, dat was het dan denk ik voor deze video. Bedankt voor het kijken. Abonneer op mijn kanaal. Tot de volgende video. Peace. Lekker deel 2 kijken, hè?